Zo, hello everyone. Wat moest ze helemaal alles met ik doen. Heb jou niet meer gehoord daarna. Ja, dames en heren, welkom allemaal bij deze fantastische outfits voor rijders van Sjoel en Marie. Wij gaan onze nieuwste collectie shooten. Hoe leuk is dit? Ja. Ik ben nu inmiddels 15 weken. Zoals je kunt zien is het buikje echt enorm goed aan het groeien. Ik had beloofd om een huistour te doen van ons nieuwe huis. Ja, dit is echt het favoriete deel van ons huis. Dag. I'm at my new home. Zo, jullie zullen wel gedacht hebben, wat een chaotisch zootje bij Sjoel Marie met de vlogs. Ten eerste onze excuses hiervoor, dat het zo lang heeft geduurd. Het heeft meerdere redenen gehad. Onder andere dat we in de opname zaten van Celebrity Apprentice, een nieuw programma waar Sjoel en ik 25 dagen volop aan het filmen waren. En we mochten dit niet meenemen in de vlog, want alles is nog een verrassing. Dus dat maakt het heel erg lastig om voor ons om nog te filmen. Daarbuiten ben ik zwanger geraakt in de tussentijd. En ik wilde echt eventjes tijd nemen voor mezelf. En ik wilde het eigenlijk nog even gewoon lekker voor mezelf houden. Dus vandaar dat we eigenlijk de vlogs een beetje hebben, nou ik wil niet zeggen achterwege hebben gelaten, maar nu is de prioriteit weer volle focus. Je kan weer 2 vlogs in de maand verwachten, lekker van 20 minuten, we hopen langer. We zullen dit consequent blijven doen, zodat jullie gewoon ons kunnen blijven supporten en volgen, dus er komt geen teleurstelling meer. Als je denkt, waarvoor zit jij hier alleen? Nou, ik denk dat jullie het ook kunnen raden. Sjoel heeft corona, Mike heeft corona, mama heeft corona, papa gelukkig nog niet. Het was de eerste keer dat ik Sjoel niet in het weekend heb gezien aan mijn ouders. En het kwam nu gelukkig wel goed uit, aangezien ik het best wel eng vind nu ik zwanger ben om corona te krijgen. Dus vandaar is het best wel rommelig. En sorry hiervoor, maar we wilden niet weer een vlog volgende week verplaatsen. En ik heb ook voor jullie een leuke house tour gedaan. Je ziet nog Batavia stad. Je ziet gewoon al onze dagelijkse dingen wat we gewoon de laatste maanden hebben opgenomen voor jullie allemaal in 1 vlog. En dit wilden we wel gewoon doen aangezien we zo vaak vlogs hebben gedaan en het toch niet kwam. En dat wilden we voor deze week echt niet. Dus vandaar dat ik eventjes in mijn eentje zit. Het zal een iets andere vlog worden als jullie normaal gewend zijn. Maar desalniettemin wordt het een super super leuke vlog. We gaan heel veel laten zien. We zijn super trots op onze eigen winkel Reiners in Batavia stad. Krijgen we mega veel vragen over. Maar het is echt een outlet store, dus geen nieuwe collecties daar verkrijgbaar, echt alleen oude collecties. Aangezien de laatste jaren geen sample stores konden geven, was dit echt de oplossing voor ons. En er wordt zo leuk op gereageerd, er komt steeds meer branding bij. We hebben hier ook onze neonverlichting wat binnen is gekomen, meer ledschermen. We krijgen allemaal bestikkering nog op de spiegels, et cetera. Dus dat gaan we allemaal binnenkort filmen, maar nu zie je onze opening. Dat was onze eerste meet and greet weer in 2 jaar tijd. Ik was toen al zwanger van onze andere baby, maar ik wist dat nog niet. En het was ontzettend druk. We vonden het zo leuk om weer eventjes gewoon onze normaal oude leven terug te krijgen. En we hopen dit jaar ook onze meet and greets weer volop te zetten bij onze verkooppunten en de sample sales weer door te kunnen laten gaan. Een leuk feest, modeshows, dus let's pray. Maar tot nu toe ziet het er niet heel goed uit nog, maar goed. We laten het beste hopen. Dus we willen je ontzettend bedanken voor de Batavia stad. Kan nog steeds bij ons. We zijn niet geopend, maar wel voor Click & Collect. Ik zal je onder even het mailadres erbij zetten waar je je vragen heen kan sturen. Of wat ze qua artikelen voor je apart kunnen houden. Ze zijn gewoon dagelijks aanwezig om voor jullie dit in behandeling te nemen. En verder zitten Jaime en ik eindelijk in ons nieuwe huis. We hebben nog een paar dingen wat moet worden gedaan, maar de basis is er. Het nieuwe project wordt onze tuin. Dus dat is het enige hebben die nog alleen betegeld en verder nog helemaal niks. Die moeten we nu wel op orde krijgen aangezien ik in juni ben uitgerekend van de baby. Dus ik zal ook meteen eventjes straks mijn buikje laten zien aan jullie. Ik werk met heel veel verschillende partners samen met mijn huis. Die echt me hebben geholpen tot het eindproduct. Dus dat laat ik allemaal ook aan jullie zien. Om andere krijg ik heel veel vragen over mijn muren. Dus laat ik ook in jullie vlog zien. Leg ik uit wie dit heeft gedaan. En wat het precies inhoudt. Ik heb er een heel geheel van gemaakt. Ik heb trouwens de nieuwste Reiners blazer aan. Nou, niet nieuw. Hij is nu in de sale met 30% korting. Met de PU legging. Die kan ik niet meer dicht doen vanwege de baby baby. Maar jullie kunnen nu zien hoe groot mijn buik al is. Ik kan niet meer dicht. Superleuk. Dus ik hoop dat jullie begrijpen dat je er niet bij kan zijn. Maar we hebben alsnog een vlog geüpload. En ik hoop dat je hem leuk vindt. Blijf abonneren en blijf onze vlogs kijken en supporten. Want we zijn weer back on track. Sorry. Wij zijn onderweg. Ik zie nu eigenlijk navigatie niet. Recht hoor. Zie voor in je neus. Nee, dit heb jij niet aanstaan. Dat heb ik wel aanstaan. Nee, dat heb ik aan. Nee, dat heb ik gezegd tegen mij. Heb ik het aanstaan. Voor de rest gaat alles. Joh. Beetje aanhanger. Nou, wij zijn onderweg. En alles gaat heel erg zen. Nee, zonder grap. Wacht even, radio zachter. Ja, dankjewel. We zijn er bijna. De auto is volgeladen met allemaal shit wat we nog moeten meenemen. Oh shit. Lollies, taartjes, tassen. We hebben geen pen. We hebben geen rijpen. Nou, ik
vroeg jou gisteren met papa mee te rijden. Papa moest helemaal alles in één doen. En ik heb jou niet meer gehoord daarna. Ik vroeg of jij wel papa wilde bellen. En ik heb daar niks meer gehoord. Ik heb jou 3 keer proberen te bellen, maar je telefoon is weer leeg. Maar je zie je, mijn telefoon is leeg. Dan kan ik er niks aan doen. Ja. Nou, dus het is jouw schuld dat ik geen pennen heb. Oh, mijn schuld. Nou, gelukkig staan er ook andere pennen. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Oké, we kunnen bijna niet meer filmen, dus ik ga even wat wissen. Zo dezelfde humor. I can't. Nou, na 2 jaar hebben we weer een beetje gezelligheid bij de opening van Bataafdestad. Leuk dat jullie er zijn. Zo schattig dat iedereen komt, zeker met die regen. Hartstikke leuk. Ja, dames en heren, welkom allemaal bij deze fantastische Audience voor Rijders van Jules en Marie. Welkom allemaal, kijk lekker om je heen, pak wat je pakken kan, want voor je dat weet is het te laat, hè, dames en heren. Het is om prachtige prijzen hier zo in Bataviastad op de foto met Jules en Marie, nu ze er nog zijn. Het is een prachtige dag en wat zijn we blij dat u er allemaal bent. Gedaan, baasjesje en wimpers. Iedereen wordt van tevoren getest in ons kantoor, dus het is helemaal corona-proof. We hebben een... Wat we gaan doen vandaag? Yes, wij gaan onze nieuwste collectie shooten. Met Tarone. En we hebben hier alle modellen setjes al klaar hangen. Onder andere die komen zijn Jessie Maya. Superleuk. Didi. Dan hebben we Quinty, Ines, Vonneke, Sanne, Kisha, en Rubazai. Echt heel divers leuke meisjes. Jules en ik gaan natuurlijk ook op de foto. We krijgen later in de middag ook nog kiddo's. En we hebben echt van de zomer zulke mooie kleuren. We hebben echt deze kleur roze, blauw, maar ook oranje, pastelgeel, crème zwart-wit. En hebben ook bijpassende doeken bij. Voor bij onze collectie. En dit was onze inspo. Voornamelijk ook omdat wij het natuurlijk heel erg comfy is. Willen we ook een beetje dezelfde comfy look doen. Het gaat echt super leuk worden. Ik ben al in de make-up geweest, zoals je kan zien bij Harley. En we hebben ook echt onderwimpers gekozen. Lekker lip liner, de wenkbrauwen goed aangezet. Helemaal het Reiners lookje. En dit is wel mijn favoriete set van Reiners nu. Echt heerlijke comfy hoodie met een broek. Lekker sweat. En dit komt allemaal in januari binnen. We hebben crop top t-shirtjes, shortjes. Echt heerlijke comfy. We zijn bezig met shooter girls. Ines is al helemaal mooi in het pink. Jules is ook helemaal omgekleed. En Jessie is ook helemaal om shirt in haar outfit. Ja, mooi!
Hoi. Allemaal mooie vrouwen. Making of. Wij zijn jouw wekken. Even kijken. Ietsjes donkerder mag wel. Ja. Pretty bad. Hoe leuk is dit? Love it. Mooi. Ja, heel goed. En als we hier kijken, ja, leuk. We kunnen het maar hebben, Taro. Ja, klopt. Blijf even staan. Mooi. Love it. It's a wrap, almost. We gaan nu de letters doen. Ja, met de S. De S. Hoe dan? Hoe dan? Zoiets. Oké, jongens, we zijn Reinders woord aan het schrijven. Mooi. Dit is de E. Probeer je duimpjes bij je hand te houden, schat. Ja. Heel goed. Mooi. Ruba is de I. Helemaal dit. Ga ik even deze doen. Ja. Het is wel echt een top D. Dit is een D om over mijn huis te schrijven, hoor. Deze. Dikke duim. Oké, deze hebben we denk ik wel. Ja. Ik vind het echt leuk. Diddy gaat voor de S. Is het een S? Ik vind het. Dedication! Ja, zo ja. Zal ik het maken? Ja. Heel goed. Ja. Ja. Woehoe! Die was heel leuk, hoe leuk. Oké, alle crème naar de foto. Yes, alle crème graag. We hebben nieuwe ontwikkelingen in de basisstijl. Oh, ja. Iets meer in elkaar schrijven, dus ik ben hier. Mooi. Ja, ik ga nu nog lekker door dat kind. Vasthouden zo, lukt dat? Ja. Goed zo. Leuk, heel goed. Mooi. En door weer beneden. Heel goed. Oké, ik ben net wakker, maar dit is de vanhet van ons huis. Mooiste ever. Wat je ooit in je leven hebt gezien. Het is namelijk ons kookeiland. En nu is het nog lekker donker. Het is 6 uur. Ik ben net wakker met Livia. Nu kan ik mooi het licht laten zien aan jullie. En dan zal ik zo de rest van het huis laten zien. Maar hoe cool. Ons bad is licht doorlatend. We hebben letter onder laten zetten. Het hele marmer aspect. Het is geen marmer. Het is onyx. Het licht doorlatend met kwartziet. Een hele mooie harde steen. En dit hebben we door Solid Nature laten doen. Die hebben ook onze showrooms gedaan. En nu ook eindelijk ons huis. Dit is niet verlicht omdat het niet verlicht kan. Dus het heeft een heel gaaf effect. En dan heb ik hier ook het werkblad wat helemaal verlicht is. I can't. Hoe mooi is dit, girls. Dus dit is wel echt waar we zo trots op zijn. Dat we dit nu eindelijk hebben. Zo is het van ver af. Dus ik zal zo met Liviaatje. Ja. De tour geven van het huis. Als het wat meer licht is, dan zien jullie het beter. Maar ik wilde dit even met een wow-effect filmen. Zo, hello everyone. Ik had beloofd om een huistour te doen van ons nieuwe huis. En de laatste tijd kwam het er maar niet van. En nu is Livia even bij mijn schoonmoms. Jij is lekker boven in bad. Dus ik denk, ik heb nu alle rust en tijd om het voor jullie te laten zien. En een little bit een house-tour te geven. Ik doe alleen nu eigenlijk de benedenverdieping. Boven is nou nog niet helemaal klaar. Beneden ook niet. Maar boven doe ik op een later moment voor jullie. En ik zal eens gaan beginnen. Ten eerste is dit zeg maar onze gang. Al het marmer. Nou, het is geen marmer. Het is onyx met kwartziet. Heb ik in een Hongaars punt laten snijden. Door Solid Nature. En we hebben al onze muren door designmuren laten doen. Door Pom. Hij weet precies welke kleur en welke techniek wij mooi vinden. Ja, het zit een beetje in elk lichtval. Dus het is dezelfde kleur. Komt de kleur totaal natuurlijk anders over. En wij hebben deze muren eigenlijk helemaal in ons huis doorgetrokken. Zoals je kan zien is alles dezelfde stijl. Dan was ik op zoek naar de mooie lamellen, oftewel jaloezieën voor de ramen. Ik heb het merk Veneta gekozen. Aangezien we alles in deze kleur nude hebben, vond ik het mooi om juist een contrastkleur in het zwart te doen. En ik vind het echt hele mooie houten lamellen. Het systeem is ook echt heel erg makkelijk om te bedienen. Ik heb nu zeg maar eventjes dat het open staat, maar ik kan het eigenlijk helemaal donker maken. Eigenlijk hoe je het zelf het mooiste vindt. Dan gaan we naar de vloer.
Dat is een normale gietvloer. Ook dezelfde kleur als de muren, maar een vloer komt altijd lichter uit. Dus we zijn er eigenlijk nu uiteindelijk wel heel erg blij mee. Dan verder de banken, de kleden, de accessoires die je ziet, de stoelen straks. Het is allemaal van Black Luxury. En het doet ze echt eigenlijk naar de wens van de klant. Ze kan alles op maat maken. Ik heb ook speciaal deze stoffen zelf uitgekozen met haar. Dit is dan een velvet met een soort van linnen. Linnen alleen vond ik een beetje te hard zitten. Rondjes blenden helemaal erbij, hè? Weet je ditje? Als je denkt, hoezo heb je even dekens over je banken heen? Dat is toch even voor Livia. De bank is geïmpregneerd, maar toch met kindjes en vieze handjes. Ben ik nog voorzichtig. Het kleed is ook echt super mooi. Het is ivory kleed, zo heet de kleur. En het is laagpolig. Het is super zacht. En ik wil hem eigenlijk nog een stukje deze kant op, want hij is breed genoeg. En nu de kerstboom et cetera weg is, vindt jij dat ook goed. Dus dan komt hij eigenlijk nog meer de kamer in. Nou, dan deze seinwal. Is door de sfeerhaard gedaan. Ik heb de Toronto sfeerhaard. Echt een super, super, super mooi ding. En het is dus allemaal nep. Het is niet warm voor de kindjes. Dus Livia kan gewoon met haar handjes eraan zitten. En je hebt deze kleur, oftewel oranje. Dit vind ik eigenlijk het meest echte. Of blauw. Vind ik ook wel heel cool voor in de avond. En het is heel makkelijk te bedienen. Gewoon met een afstandsbediening. Ze komen het helemaal installeren. En ze maken ook eigenlijk de wal erbij. Om alles op maat te maken. Wij moeten nog onze wal finishing touch stukken. Dus niet dat je denkt, ik zie nog een paar witte dingetjes. Dit is de Sony Bravia. De 75 inch. Echt, ik hou van films kijken. Dus Jamie en ik wilden echt een grote tv hebben. Kijk hoe mooi. Het is het model de X90J. En dus de 75 inch van Sony. Ik ben er echt ontzettend tevreden over. Helemaal voor Netflix avondjes en Videoland. We zijn zoveel films aan het kijken. We zijn echt dol op de tv. Maar hoe mooi is onze tv? Ik ga hem even aanzetten. Zodat je kan zien hoe groot het is. Haha. Ta-da-da-da. I love it. Dus hier kijk ik al mijn favoriete films op. Dan gaan we nu naar de keuken. Ja, dit is echt het favoriete deel van ons huis. We hebben gisteren oud en nieuw gehad. Dus zie je nog even oliebollen op tafel. Op het werkblad staan. Verder is ook alle muren weer door designmuren gedaan door Pom. En dan de keuken is van Mark Zoeterwouter Keukens. Ik zal ook nog de verdere informatie aan jullie toelichten. Ik wil nog even de Instagram laten zien van de keuken. Voordat ik het verkeerd uitspreek. Daar ben ik altijd niet echt een ster in. Ook heb ik dit samen helemaal met die man op maat laten maken. En naar de wensen natuurlijk voor mij en Jane. Wat wij vooral namelijk belangrijk vonden is een koeker. Eigenlijk alle accenten weer zwart. Wij wilden een dixieplaat met een afzuigsysteem in de plaat zelf. Je hoeft er niet omhoog ergens een afzuigsysteem te hebben. Deze magneet bedien je het helemaal op. Dat is echt top. En verder hebben we echt de besteklaat tot alles zelf uitgekozen. Dus echt heel fijn. Designmuren heeft weer eigenlijk de frontjes met betonsereen gedaan. Maar Mark Zoeterwouder Keukens heeft echt alle kasten ontworpen. De koelkast, et cetera. En hier hebben wij dan een combi-oven en nog een stoomoven. Super blij mee. Dan de eettafels ook door Black Luxury ontworpen. Eigenlijk in opdracht met mij. Eigenlijk acht weer naar de wens wat wij heel erg mooi vinden. En designmuren heeft hem weer eigenlijk een topcoat gegeven van betonseree. Dat het weer bij de muren zo past. Nu zie je het goed patroon ook wel van de muren. Het is heel lastig te filmen. Je kan ook gewoon je eigen patroon eigenlijk kiezen wat je wil. En dan het favoriete pronkstuk van mijn huis. We zijn nog niet helemaal klaar met de aankleding. Maar zoals je kan zien wordt het steeds meer een beetje mij. Dit is toch echt geweldig. De stof komt van Decor Amsterdam. En de stoelen en het laten stofferen heeft weer Black Luxury gedaan. Ik wilde eigenlijk een heerlijke stoel om op te zitten. Hij heeft weer zwarte poot zodat het bij het interieur past. En hoe mooi is deze stof? Ja, ik vind het echt geweldig. En maakt het huis meteen echt af. En ik heb er 8 gedaan. Het is toch echt enig. Het enige wat ik heb gehouden van mijn vorige huis zijn de olifantjes. En zoals je kan zien zijn hier ook weer de mooie lamellen van Veneta. Ook aan de andere kant. Ik ben er zo blij mee. Het maakt je huis echt af. Ik had het niet verwacht dat het zo'n impact kan hebben. Zoals links staat hij omhoog. En rechts is het gewoon echt veel mooier. We hebben heerlijke dakramen, lichtkoepels gedaan. Voor mooi daglicht. En in de zomer kan deze hele deur naar rechts echt een schuifwand. Dus dat is ook echt heerlijk. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. We krijgen nog een salontafel. Alle aankleding komt nog. Dus dit was eigenlijk even een puur sneak peek. En zodra echt alles een beetje af is, zal ik ook de bovenverdieping voor jullie laten filmen. Mijn inloopkast is namelijk ook nog niet. We gaan nu naar de badkamer. Hoe mooi is onze glazen zwarte deur. Tada! Echt, dit is toch amazing. Het is nog niet helemaal afgerond, maar kan je in ieder geval de eerste indruk zien. Ik ben er super, super, super blij mee. Dit bad is 1,80 lang. We kunnen echt makkelijk met 4 man hierin. En die hele mooie kraan van Hotbad. En alles is van Tegel Depot. Ik vind voornamelijk de tegels echt heel erg mooi. Het lijkt namelijk op betonseree. Maar het zijn hele grote tegels en je ziet een heel mooi patroon. Het is een beetje tussen crème en grijs in. Het is echt een hele mooie neutrale kleur. Daarbij hebben we gewoon een wit meubel gekozen. Wel in het mat. En ook weer met ieder een eigen kraan. Nou, je ziet al wat mijn dagelijkse producten zijn wat ik allemaal gebruik. En deze spiegel is amazing. Je hebt allemaal verschillende standen met licht. Dit is mijn favoriet. We hebben dus 3 verschillende standen. Ik sta iets van achter. Het is ook echt een onwijs grote spiegel. Ik ben er echt super
super blij mee. Kijk hoe mooi. Is toch niet normaal? En alle accenten zwart. Ik heb alle accessoires ook bij Tegel Depot gekocht. Deze handdoekrek tot de douchewand. Echt alles is van Tegel Depot. Hier ook weer voor mijn handdoeken. Ik heb alles van Missoni. Echt al het kleurtje eruit. Alleen Missoni is echt mijn heilig. Oh, het matje ligt niet mooi. Dus dat is het enige wat jij er niet uit hebt gekregen. Mijn Missoni verslaving. Het bad is ook matwit. En ik zoek nog een heerlijke plank nog, zeg maar. En een kussentje. Oh, ik zie maar. Ik ben al echt al heel vaak in bad geweest samen met Livia. Nou, dit is mijn hele mooie stortdouche. En dan heb ik ook nog een aparte kraan voor mijn haar. Ook van Hot Bath. Het is gewoon allemaal touch. Als het aanklikt, gaat hij meteen aan. Je hoeft helemaal niks op te klikken. Heerlijk. Ik ben heel benieuwd wat jullie ook van onze mooie badkamer vinden. Wij zijn er echt mega blij mee. We zoeken nog een wasmand of een mandje. Voor die vreselijke spullen altijd van de baby's. Voor in bad. We zoeken hier nog voor mandjes eronder. Echt voor je spulletjes. Maar ja, we zitten pas net 2 weken in het huis. Dus het is al echt al een wereld van verschil met hoe het eruit zag. Love it. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zal nog even in de beschrijving echt alle partijen waar we mee samen hebben gewerkt eronder zetten. Ik heb ook echt superleuke kortingen, et cetera, voor jullie. Dus dan zal ik allemaal hieronder bijvoegen. En tot nu toe is het echt een heel, heel, heel mooi huis geworden. Ik zal even kijken of ik nog in de vlog zelf sneak peek van hoe het eruit zag hiervoor kan laten zien. Dat is echt een wereld van verschil. We hebben het helemaal aangepakt, eigenlijk naar onze eigen smaak gemaakt, wat we heel graag wilden. Het voelt echt nu als thuis. De laatste accessoires, et cetera, komen nog. Nou, voor alle mammies die weten dat je zo'n vreselijke kinderhoek moet hebben. Maar hier komt dus ook de nieuwe box voor de nieuwe baby. Want daar ga ik natuurlijk ook in een ander moment natuurlijk aan jullie meer over vertellen. Over onze nieuwe baby. 15 januari horen we eindelijk wat het wordt. Ik ben nu inmiddels 15 weken. Zoals je kunt zien is het buikje echt enorm goed aan het groeien. En ik zelf denk dat het een jongetje is, maar ik ben de enige. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik zal ons verhaal nog helemaal toelichten op een ander momentje. Maar ik voel me gelukkig helemaal goed. En het is gezond en dat is het allerbelangrijkste. Ik heb lekker noedels te eten met mama. Ik heb lekker noedels voor mezelf met sambal. En voor Livia lekker droge noedels. En zoals je kan zien, she loves it. Ons kleine indootje. Het blijft overal vastpakken. Het is wat versneuven tussen de voetjes. En de beentjes. Hi. Hoi. Gaan we even hallo zeggen? Gaan we weer vloggen? Vind je leuk, hè? Zeg maar hoi.